Communication Center. Alle AFAS-klanten maken vandaag de dag gebruik van Word en Excel. Al is het alleen maar om contracten in Word te krijgen of een export te maken van journaalposten naar Excel. Deze module wordt met ingang van BI Edition, dus over een paar weken, standaard opgenomen in Profit als Communication Center. En vervangt daarmee de Profit Office Connector. Communication Center zullen wij niet meer apart vermelden op de factuur, omdat het in de basis is gekomen. Maar we hebben wel gezorgd dat Word en Excel voor alle gebruikers in de organisatie beschikbaar zijn gekomen. Niet meer voor een beperkte groep. Licentiebedragen zullen we niet verhogen, ondanks dat we dat wel mogelijk hebben gemaakt. Het blijft gewoon gelijk. En dat gaat Mohamed in het middagprogramma laten zien, analyses zullen ook vanuit Insight te starten zijn. In Insight, klik, analyse. Net zodat je nu ook trouwens vanuit Excel ook de analyse kan starten. Je hoeft dus niet meer de Windows-kant in te loggen. Zoals gezegd, in het middagprogramma veel meer over Communication Center. Hierbij eventjes kort de introductie. Profit Communication Center. Als je op AFAS Online zit, dan wil je heel snel bijvoorbeeld je weergave op je pc hebben. Of je analyse. Of insturen. Hoe gebeurt het vandaag de dag? Wie gebruikt de Office Connector? De Profit Office Connector. Wie gebruikt dat? Een hoop mensen. De opvolger, beste mensen, is de Profit Communication Center. Zowel voor online als offline. En ja, hij is ook 64-bit. Voor degene die dat graag wil weten. Die vraag krijg ik achteraf. Ik denk, nou, ben ik jullie vandaag in ieder geval voor deze zaal voor. Hij is ook 64-bit. En wat gaat de Communication Center doen? Die gaat communiceren tussen AFAS Online, iets wat in de cloud staat, en je pc'tje. Dus hoe ziet dat er nou uit? Dat ziet er als volgt uit. Ik heb hier een omgeving. Deze omgeving waar jullie nu naar kijken, draait bij AFAS Online. Ik heb hier mijn pc'tje. Mijn laptop. En ik wil hier op dit ding, wil ik hebben dat deze weergave, zodra ik hem zo meteen exporteer, dat die zich opent in Office 2016, wat ik toevallig hier heb draaien. Maar als jullie Office 2007 hebben draaien, opent die zich in Office 2007. Als jullie willen openen dat hij in Google Docs opent, opent hij hem in Google Docs. Wil je hem openen in Open Office, doe je het in Open Office. Nagelang wat er ingesteld is bij de standaardprogramma's van dit ding. Nou, hoe werkt het nou? Rechter muisknop, exporteren of hierbovenin. Exporteren naar Excel, er komt een melding, klik en Excel opent zeer waarschijnlijk op dit moment. C'est ça. Geen poespas, hoe simpel kan het zijn? Geen TS client meer, geen anders aan. Nee, je doet de rechtermuisknop, exporteren, je krijgt een melding. In dit geval was dit Windows 10 met de Notification Center. Klik, opent zich Excel en je hebt hem hier. En ik kan hem nu op dit moment hier opslaan op mijn bureaublad. Opslaan als, bladeren. Op bureaublad. Klaar. En ik heb hem op mijn bureaublad. Maar wat je ook wil, is dat stel dat ik een Word document, die had ik hier al klaarstaan. Ik heb hier bijvoorbeeld een Word document wat ik graag zou willen insturen. Dan zeg je hier gewoon vastleggen. Opent zich Insight, kiest hiervoor een notitie, vastleggen. En op dit moment heb ik de volledige rij, en je ziet ook het document wat meegestuurd wordt, heb ik weer tot mijn beschikking. Wat gebeurt hier dus nu, is dat we ervoor zorgen dat je daar waar je vroeger bij de Office Connector natuurlijk best wel wat insight in dat ding hebt, dat ben je helemaal kwijt. Dus hij start op dit moment gewoon een pagina op waarmee je kan zorgen dat je gaat insturen. Jullie hebben zojuist gezien hoe hij dat deed, dat met exporteren van een weergave bijvoorbeeld. Wat is er overgebleven van de Office Connector? Wat draait er nu op de pc? Het enige wat er draaide, wat draait bedoel ik, is dit dingetje hier. Hij draait hier in de system terecht. En wat was het probleem van die Office Connector? Versies. Volgende oplossing ervoor. Is dat de mensen als volgt hem kunnen downloaden. Ik ben ingelogd nog steeds als Kees Sandberg, Communication Center. Ik kom op een pagina, kan zeggen PCC installeren. Installeer ik hem op deze PC. Alle instellingen worden goed gezet en klaar is Kees. En zodra we Profit een nieuwe versie uitleveren of een update, doet hij direct mee en heb je direct de juiste versie. Nou, jullie zijn, ik zie ook een aantal hele grote organisaties hier zitten. Of in ieder geval
allerlei samenwerkingen. En wat je daar wil, is dat je zegt van oké, vanuit systeembeheer willen we een MSI'tje of dan een pakketje maken voor iedere medewerker zodra hij een keer opstart. En dan is het allemaal volledig voor hem geïnstalleerd, inclusief. Want dat koppelen, weet je wel, daar hadden we ook allemaal geen zin in. Ook prima, we doen het bij Facebook standaard, bij LinkedIn ook, maar dat doen we dan wel. Maar hier hebben we ook geen zin. Dus het moet maar direct ingesteld zijn voor de medewerkers. Dat kan dus straks ook. Dus systeembeheer kan één MSI'tje maken en die zorgt ervoor dat alle gebruikers dan de Office Connector hebben draaien. Als ik naar de Office Connector ga en ik klik erop, naast dat je de instellingen dus voor iedere gebruiker mee kan geven, kun je hier nog zelf aanpassen dat je zegt, ik wil dat graag ook, ik stuur heel veel PowerPoints in. Of ik wil hem vastleggen bij verzende e-mail. Wat je mij ook hier hebt zien doen, is dat ik op het moment dat ik mijn collega's Bart of Henk een mail wil sturen, dan moet hij niet continu komen met, oh, zal ik dit in het personeelsdossier stoppen? Nee, dat wil ik gewoon helemaal niet. Als ik jullie een mail stuur, wie wel? Want dat herkent hij op domeinnaam. Dus in dit geval heb ik twee domeinnamen, in ieder geval domeinen heb ik uitgesloten. Wat ook tof is, ik weet niet of dit voor deze zaal geldt, maar als het zo is, dan hier bij de informatie, is dat je kan werken met meerdere omgevingen. Stuur dus naar dossier-items naar meerdere omgevingen, dan kun je die hier selecteren en dan kun je dus, heb je de mogelijkheid om dat dossier-items naar meerdere omgevingen gestuurd kan worden. Dat is een veelgehoorde wens, ook vanuit een bepaalde hoek. Ik vertel het even hierbij. Analyse en documenten. Zojuist wat jullie gezien hebben, gaat op dezelfde manier werken als dat jullie zojuist gezien hebben voor analyse en documenten. Dus op het moment dat ik analyse zou willen beheren, dan doe ik dat niet meer op AFS Online. Dat doe je via de Communication Center, hier op je eigen PC, met de juiste Office. Hoe ziet dat dan eruit? Geldt ook voor je documenten. Voor de oplettende kijker, ik heb hier in ieder geval mijn bestanden overigens. Dus ik heb, jullie zeggen helemaal niks, jullie zeggen niks. Hier zien jullie dat ik op de hoofdpagina in dit geval, maar dat kunnen jullie overal en nergens weer neerzetten, heb ik mijn bestanden. Dus alles wat ik download, wat ik op die manier, wat ik net deed, hè, dus exporteren, dat komt gewoon hierin staan. Dat kan een Word document zijn, dat kan een Excel zijn. Alles wat je dan doet, dat komt dan hier terecht, zodat je het nog een keer kan oproepen, mocht je daar behoefte aan hebben. Op een gegeven moment kun je dit ook opschonen, je kan het zelf ook laten opschonen. Er zit volgens mij ook iets op wat het automatisch opschoont, zodat het niet te groot wordt. Maar wat je hier ook ziet is mijn analyses. Dat is een nieuw onderdeel waarbij ik hier vandaan, helemaal volledig geautoriseerd, wel degelijk mijn analyse zou kunnen opstarten. Dus als ik hierop klik, opent zich een analyse, die kan ik helemaal bewerken. Zodra ik zeg vastleggen zoals ik zojuist ook al deed, dan publiceert dat zich voor degene die dat is. En anders heb je direct je analyse op je eigen PC te pakken. Dat is wat de Communication Center gaat doen. Dit is de allereerste uitlevering, beste mensen, van de Communication Center. Naar de toekomst toe zul je veel meer zien dat de Communication Center ingezet gaat worden voor allerlei onderdelen, voor allerlei zaken. Takenplanners, noem al dat soort zaken maar op. Zodra iets klaar is, plum, je klikt erop en je gaat direct naar het juiste gegeven. Dat is waarvoor we nu de Communication Center neerzetten.